Thijs, woensdag de halve finale tegen Feyenoord gehad. Helaas verloren. Ik wil nog één ding daarover benadrukken. Je fantastische redding op het schot van El Amadi. Ja, het was een lekkere binnenkomer. Volgens mij in de 8e minuut of 10e minuut of zo. Ik moest me uitstrekken. Het was een bal die werd van richting veranderd. En die vloog bijna de lange hoek in. Ik kon er nog net een vingertje achter krijgen. En ja, toen had ik wel zoiets van: hé, als ik deze bal al ga pakken, dan wil ik nog wel zien wat er gaat gebeuren vanavond. Wat dacht je toen die schoot? Denk je dan ergens aan of is dat dan gewoon meteen handelen en... Nee, gewoon handelen. Ik stond goed, denk ik. En op het moment dat hij schoot. Ja, mijn positie was goed. En ja, wat ik al zei, werd van richting veranderd. Dus toen week hij iets af. En toen moest ik hem uitstrekken. Maar goede redding, denk ik. Er was nog iets woensdag. Het was ijskoud, kunnen we wel zeggen. Ik verwacht dat dat zaterdag ook zo is. Hoe ervaar jij dat als keeper? Ja, ik had me eerlijk gezegd een beetje op gekeken. Van tevoren had ik gedacht van, omdat ik tegen Roda was het ook koud. Maar het scheen zonnetje nog. En ja, was ik heel erg geconcentreerd. En toen merkte ik eigenlijk niks van de kou. Dus ik had zoiets van, ah, dat zal tegen Feyenoord ook wel meevallen. Maar daar heb ik me echt flink op verkeken. Ik had echt heel koud in de eerste helft. Echt koud. Tweede helft een stuk minder. Dus had denk ik toch een beetje met de wind te maken. Dus ja, ik weet in ieder geval nu wel hoe ik me erop moet voorbereiden. Toen liep je naar het uitpubliek en toen zag ik je helemaal afzien. Klopt dat? Hoe bedoel je het precies eigenlijk? Ah, je liep naar het uitpubliek om ze te bedanken en toen zag ik je gezicht en toen dacht ik volgens mij, ja, die heeft het nou al heel koud. Ja, oh ja, op die manier. Ja, zeker, zeker. Toen was de wedstrijd ook afgelopen, dus dan is het altijd net even iets anders. Wat ik net al zei, tijdens de wedstrijd heb je nog die concentratie en dan valt het nog net iets mee. Maar daarna, ja, toen merkte ik wel dat het echt enorm koud was, ja. Ik wil even naar je persoonlijke ontwikkeling, want je speelt nu heel veel wedstrijden, eigenlijk 2 in een week. Dat is vrij uniek voor Willem II ook, maar ook voor jouzelf natuurlijk. Kan je nou, waar heb je nou het meest op ontwikkeld de afgelopen weken, maanden? Nou, ik denk dat ik vooral op het begin was het voor mij allemaal heel erg wennen aan het niveau van de Eredivisie. Ja, ik denk uiteindelijk toch wel doorgegroeid naar een ja, volwaardig Eredivisie-keeper, denk ik. Stabiel. Ik kan bijna elke wedstrijd hetzelfde niveau halen met soms wat uitschieters. En ja, daar ben ik heel blij mee. Dan naar Heerenveen. Ze hebben 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. PSV niet gewonnen, Roda niet gewonnen, Excelsior niet gewonnen, Zwolle niet gewonnen. Wat zegt dat? Ja, toch niet heel veel, denk ik. Heerenveen is een goede ploeg. Ik denk dat het wel zegt dat ze heel wisselvallig zijn. Een beetje net als wij eigenlijk. Dus er liggen absoluut mogelijkheden. Maar ja, aan de andere kant zie je ook wel spelen bij PSV 2-2 gelijk. Dan zie je wel dat het team is met veel kwaliteiten. Dus ik denk dat we defensief in ieder geval in orde moeten zijn. Dat we goed moeten staan, duels moeten pakken. En ja, als dat goed staat, dan zit er misschien wel een resultaat in. Je hebt al 2 keer eerder tegen ze gespeeld. 2-1 gewonnen, 1-2 verloren. Het ligt dus dicht bij elkaar. Wat neem je uit die wedstrijden misschien nog mee om die pot zaterdag over de streep te trekken? Ik denk de bekerwedstrijd die we hier wonnen, toen was Heerenveen in slechte doen. Maar hebben wij ze ook gewoon afgestraft op het moment dat we konden. Dat moeten we in de uitwedstrijd ook doen. Denk thuis weinig weggegeven. Vrije trap die vloog in de kruising binnen, denk ik. Een afstandsschot. Ook nog van denk 30 meter die viel binnen. Dus ja, dan weet je gewoon, je moet het gewoon dicht timmeren. En vanuit daar denk ik spelen om, ja, om te winnen, op een resultaat te spelen.